Ja, er worden sommige mensen wel beweerd dat ondernemerschap iets is dat aangeboren is. Dat heb je of dat heb je niet. Maar ik kijk daar toch anders naar. En ook de research laat zien dat het vooral een kwestie is van het ontwikkelen van bepaalde gedragingen. Dus je kunt ondernemerschap leren, je kunt het je eigen maken door te oefenen met je eigen gedrag. Wat heel belangrijk daarbij is wel de bereidheid om te falen, om te experimenteren, om dingen uit te proberen. Dus je hebt een lerende houding nodig. Als je begint met ondernemen is een van de allerbelangrijkste dingen natuurlijk dat je een plan hebt. En binnen dat plan is je visie essentieel, dus een plaatje van de toekomst. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Kijk, onderweg gaat het natuurlijk langs allerlei kronkelwegen. Je zult dat plan voortdurend moeten aanpassen. En interessant ook, als ondernemer moet je ook jezelf voortdurend aanpassen. Je zult als mens voortdurend veranderen onderweg. Een voorbeeld, in het begin doe je alles zelf. Acquisitie, boekhouding, alles. En als je bedrijf groeit, dan zul je moeten leren delegeren en managen. Dus als mens ontwikkel je je voortdurend. Alleen als leidraad, als stip op de horizon heb je die visie nodig. Omdat je weet van, nou, in die richting wil ik blijven bewegen. Kan je ook binnen de universiteit ondernemend werken? Ja, dat is nog niet zo heel makkelijk natuurlijk, want er zijn beperkingen. Daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Bijvoorbeeld denk aan de financiering voor onderzoek. Hè. Je moet vaak plannen maken voor jaren vooruit. Maar binnen die plannen kun je natuurlijk wel allerlei dingen doen. Maar ik wil twee dingen noemen die heel belangrijk zijn. De eerste is psychologische veiligheid. Mensen moeten de vrijheid ervaren om afwijkende dingen te doen. Om vragen te stellen, domme vragen misschien wel. Om dingen uit te proberen. En ook plannen waar je aan begint toch weer te laten vallen. En toch weer een draai te maken. Dus psychologische veiligheid is vaak waar het mee begint. En het tweede wat heel erg belangrijk is, zeker ook in deze tijd, waarbij eigenlijk heel weinig dingen zeker zijn, waarbij je soms niet eens weken vooruit kunt kijken, dat is werken in korte cycli. Dus niet een plan maken voor een jaar, maar iets proberen. Gegevens uit de markt halen, bijsturen. Dus voortdurend iets proberen en voortdurend weer bijsturen. Dat werken in korte cycli is heel erg belangrijk. En daar heb ik zelf ook nog wel ervaring mee opgedaan. Dat is alweer meer dan 10 jaar geleden. Maar toen ik als buitenpromovendus hier begon aan de VU, heb ik echt maanden zitten zweten in mijn eentje op een onderzoeksvoorstel. En toen het goed genoeg was naar mijn ideeën, toen durfde ik het pas aan mijn begeleider te laten zien. Nou, dat had natuurlijk veel anders gemoeten. Ik had eigenlijk gewoon iedere week met mede-PhD-studenten had ik gewoon bij elkaar moeten zitten. We hadden ideeën naar elkaar moeten pitchen, feedback moeten vragen en geven. Dan was het echt beter en sneller gegaan. Dus ja, sommige dingen op het gebied van ondernemerschap kun je ook prima binnen de muren van de universiteit een ruimte geven.